Hallo allemaal, het is zaterdag vandaag, het is misschien weekend, maar ik heb toch al getraind deze morgen. Ik heb al een zwemtraining en een krachttraining achter de rug. En we zijn nu op weg naar Hofstade om een workshop te gaan geven. Vandaag zijn we hier in Hofstade en ik geef een workshop voor 26 jonge zwemmers. Voordat we naar het zwembad gingen, stelde ik me even voor. Ik vertelde mijn zwemverhaal van toen ik klein was tot nu. En uiteraard mocht ook iedereen vragen stellen. Ik begon mijn workshop ook met een vraag. Veel mensen vinden schoolslag niet zo makkelijk, omdat het wat onnatuurlijk aanvoelt. Schoolslag is een heel technische slag. Ik begon dan ook met wat uitleg over deze slag. En dan gingen we naar het zwembad om wat voorbeelden te tonen. Eerst enkel de benen. En dan de armen en benen samen. Dan was het de beurt aan iedereen om zelf in het water te oefenen. We hadden precies ook wat bodybuilders ertussen zitten. Elke leeftijdsgroep mocht eerst wat inzwemmen. Op die manier kon ik kijken wat de werkpuntjes waren. Daarna deed ik de slag nog eens traag voor. Zodat iedereen goed kon kijken waar hij of zij op moest letten. En ook het insteken van de handen kwam aan bod. En terwijl ik wat tips gaf aan de kleinste, verveelde de rest zich precies niet. Daarna vroegen enkelen ook nog wat tips voor Krauw. En zelfs de trainer, die wou ook nog wat feedback. Uiteraard. Ziezo, de workshop zit erop. We hebben vandaag vooral de techniek in schoolslag verbeterd, omdat dit dan ook mijn specialiteit is. En verder ook de techniek in krul wat bijgeleerd. Ik heb ook iedere zwemmer wat tips gegeven en het was heel leuk om te doen. Oh ja, en voordat we ons gingen omkeren, nog eerst even dag zeggen aan de cameraman. Om af te sluiten zorgden we nog voor een aandenkentje.
en een groepsfoto voor op Instagram. Bedankt RSCM en hopelijk tot een volgende keer. Indien jouw club ook eens graag een workshop wil, contacteer ons dan zeker via funnylecluze.be.